Wie had gehoopt op mooi lenteweer in maart, die heeft voorlopig pech. Er trekken namelijk de komende dagen neerslaggebieden over ons land en er valt zelfs natte sneeuw. Of het bij jou ook wit gaat worden, dat hangt af van een aantal factoren. Als de neerslag overdag valt, dan is het vaak regen of natte sneeuw en dat heeft te maken met de temperaturen die liggen veelal boven nul. Maar als de intensiteit hoog is, kan er toch hier en daar op bijvoorbeeld auto's of op een grasveldje wel zo'n laagje drap komen te liggen. Valt het in de nacht of in de vroege ochtend, dan kan het wel langer blijven liggen. Lagere temperaturen en een toename van de hoeveelheid sneeuw in de neerslag kunnen leiden tot een sneeuwdek van soms wel enkele centimeters. En als je daarvan wil genieten, dan moet je er wel vroeg bij zijn. Want naarmate de dag vordert, zullen de temperaturen weer oplopen en zal de sneeuw dus gaan smelten. Tenzij het blijft sneeuwen, dan zullen de temperaturen niet direct oplopen en zal de sneeuw dus blijven liggen. En dan moet je ook nog geluk hebben dat het neerslaggebied over jouw regio trekt. Wil je daar nou meer over weten? Check dan even onze uitgebreide weerberichten. Duik ik nog even de sneeuw in.